Nou, we rijden dus inmiddels en we zitten op de 29, de B29. We gaan richting Donauwörth, daar beginnen we. We hebben vandaag twee adressen in Duitsland, die andere is ook 70 kilometer verderop. We zijn gisteravond al begonnen met rijden. Dat kwam beter uit. Het was anders 700, bijna 800 kilometer om allebei de adressen. En ik moet, nou, moet niks, maar het is wel lekker om vandaag leeg te komen, zodat ik door kan steken naar Oostenrijk. Want daar gaan we dus uiteindelijk leeg komen. Het is een best wel leuke vracht die ik bij me heb. Ik heb twee verschillende soorten hoeden erbij. Ik heb een hoogwerkers bij, zoals je in de oplegger kon zien. En ik heb ook gewoon een normaal stukgoed bij. Onder andere voor een vliegtuigbouwer, Airbus. Dus dat is eigenlijk ook best wel tof. Ik weet niet of we daar mogen filmen überhaupt. Dat zou ik toch wel even afwachten. Eigenlijk best wel lekker gelopen gisteravond. Het was flink koud, zoals je nog kon zien ook. Waar we wakker werden was min 6 of zo. Het was gisteravond zelfs min 10. Op een gegeven moment. En dat is best wel lekker, omdat het niet zo heel veel wind stond. Nou, nog steeds. Het is hartstikke mooi hier. Het is echt gaaf. En als je buiten staat, nou, dat is gewoon lekker, weet je wel. Het is, er staat geen wind. Dus dat, het voelt niet koud aan of zo. Perfect, perfect. Missen we dit niet een beetje in Nederland zo? Weet je, als schone wegen en sneeuw in de bermen, dat is eigenlijk best. Kijk, sneeuw op de weg is ook wel waardeloos altijd hier. Omdat niemand weet, dat het gauw een chaos wordt. Maar dit is toch echt perfect zo. Pardon. Dat is echt, heel mooi. Dus, ik heb er wel heel veel zin in. Ik denk dat we wel leuke klantjes krijgen en, kom wel helemaal goed, zeker. Het is toch wel leuk aan binnen doorrijden, vooral in de Bayern. Dat de smalle dorpjes, een beetje nostalgisch gevoel nog met de kerkjes, de imbisjes. Ja, ik vind dat het wel wat heeft. Dat kost wel wat tijd binnen door. Maar En dat is wel dope. De volgende bestemming is Grosmering. En ik denk eigenlijk dat we bij hoe noem je het ook alweer? Lossen. Ik moet lossen bij het. Zo heet dat nou ook alweer, joh. Oh, dan een bouwplaats. Ja. En dat is moeilijk ook. Ik moet uiteraard U1 volgen. Weer de omleiding dus. Ja, een bouwstijl opeens. Ah, op zich wel cool. Zo kom je tenminste nog wel ergens, hè? Wauw. Nog heel dood. Hallo, Sie sprechen mit William von DKJ Transport. Ich habe ein Maschine bei aus Zwijndrecht. WW Firepower, aber ich weiß nicht, wo ich muss sein. Ich bin jetzt auf. Ja, ich bin auf der Junkerring, aber ich weiß nicht, wo ich muss sein. Das ist dann erst am linken Seite, wann Sie von der. Ah, dann weiß ich das ja. Okay, dann gehe ich da. Dankeschön. Oh, Green Man toe. Oké, dan moest het goed komen. Oké, dank je. Tschüss.
als speer. Alles erop opruimen hier. Alles wat hier nog staat is bedoeld voor Oostenrijk. We gaan naar Hal in Tirol. Ja, het is net over Innsbruck, 70 kilometer verder dan Innsbruck. Ja, Innsbruck. Het is 70 kilometer over de grens bij Koestein. Het is in de buurt van Innsbruck, zo zit het. Dus we gaan morgen lossen met de plankies. Nu is even opruimen nog. Even alles weer terughangen. De raaltjes aan de zijkant vastmaken en dan kunnen we op pad. Dus makkelijk dagje zo. Echt super snel. Dat is echt niet helemaal. Lekker! Met laden kun je ze voornamelijk laten hangen. Tenzij je, zoals ik had, via de rechterzijde lossen. Als niemand ze eraf heeft van tevoren, dat is even gedoe om alles weer eraf te krijgen. Dus. Nou, we gaan dus Oostenrijk in, we moeten deze sticker weer opplakken. En ik heb hem niet constant erop, omdat eigenlijk, ik krijg natuurlijk niet zo heel veel. Vind ik eigenlijk onzin om dat ding constant tegen met het raam te hebben. Maar goed, we kunnen het beter plakken. Dus ik heb een extra stukje tape hier al aan vast zitten. Ik had hem eerst elke keer haal ik hem eraf, maar dan gaat hij ook kapot. Een beetje aan de zijkant. Plak. Voilà. Mooi man. Nou, nog 240 kilometer. En dan kunnen we weer wijten. Nee, dan zijn we er. Dus ik moet nog 10 minuten wachten, dan kunnen we verder. En 240 kilometer, dan zijn we daar. Even. Ik heb een hele controlepost op de grens. Zo, 20 kilometer voor Innsbruck, waar de klant zit. En ik wilde eigenlijk heen rijden, maar het was niet helemaal zeker. Ik heb mijn collega overlegd, Ramon. En, die wist ook niet zeker of er plek was daar. Het was het is niet altijd makkelijk natuurlijk. Ik had er nou dus hier een parkeerplaats gevonden. En met heel veel verlichting erbij vind ik toch wel fijn. En ik heb het allemaal neergegooid, hè. Nu is het dus BT. Ik doe eigenlijk niet zo heel veel onderweg, maar met macaroni van huis is dat toch altijd wel lekker. En ja, dat is mijn avond een beetje, joh. We gaan een filmpje kijken en dan slapen. En morgen weer een dag. 7 uur beginnen als het goed is, dus zorg dat ik daar op tijd ben. Kom goed! Thank you.
En ja, hij zegt dat ik een koelwatervloeistofprobleem heb. Vorige week mijn waterpomp vervangen. Alleen, ja, hij lekt niet. Ik heb nog gekeken, was helemaal vol. Dus ik denk dat het de sensor is. Ik weet wel zeker dat het de sensor is. Meestal begint hij eraan. En, na een tijdje kapt hij wel. Alleen, hij is nou al een tijdje bezig. Oh, nou. Hey! Dat is even goud. Ja, ik zei toch, er is niks aan de hand. Nou, laten we hopen dat er niks aan de hand is, maar wat ik zeg, ik heb vanochtend gecontroleerd en ja, die het goed was. Wel erg mooi hier, hoor. Ik sprak net die mensen hier ook en zei ja, een beetje opschiet met mijn rondje, want ze verwachten sneeuw hier dus. Of file, en ik denk dat het vanwege de grenscontrole is of COVID of een van de twee. Een beetje zonde van de tijd eigenlijk. Controles weer helemaal sightseek van her. Sta ik weer stil op de grens. Nou, de Oostenrijk in. Ik moet zeggen, ik vind het wel mooi die grenzen, zeg maar, bij als je Oostenrijk ingaat, waar dan ook. Nou, niet allemaal hoor, maar de meeste zijn wel, ziet er nog wel een beetje spectaculair uit. Met gebouwen. Ja, daar heb ik gebied. Salzburg. Kijk, ik krijg Salzburg in en ik krijg gelijk Salzburg uit. Bühne, bühne, rood zit die bühne. De spot. Hier naar rechts. Ik ga die bocht gewoon niet halen.
Ja, ben ik toch. Er stond al een bordje op de weg, dat je links moest. Thank you.
sta ik inmiddels al een tijdje op de douane hier. Alleen documenten klopt niet. Dus kan nog even een tijdje gaan duren. Zo, 2 uur. Ik heb 3 uurtjes gestaan hier. Ja. 3 uur langer dan verwacht. Ik heb mijn 3 uurtjes compleet gemaakt. Gelijk maar rustig pakken, want ik heb dan niks gedaan. Ik vannacht 9 uur te maken en ik denk weer 11 uur compleet. Ook om mijn ticket nog wel doen, moet ik hem eigenlijk iets te vroeg vrijgeven, denk ik. Slechter. Waanzin. Auf Wiederschnitzel. Slecht. Echt niet stoppen niet. Ik ging geen jengel meer, dus maar gisteren had ik opeens ook al niet meer. Dus net gecheckt zoals je kon zien in de niveaus van de koelvloeistof, koelwater, is gewoon normaal dus. Het zal een sensor zijn, nou, ja. Ik hoop dat het vandaag niet zo loopt die jengel. Which, unlike last year, I don't know if you guys watched my channel last year, but that was my biggest complaint.
Zo, we zijn weer klaar in IJmuiden. Mooi ritje gehad, denk ik zo. Oostenrijk gelost, hoogwerk, iets teruggeladen. Duitsland, offshore, dus van alles wat. Ik heb het naar mijn zin gehad, best wel goed gelopen. Als ik in IJmuiden ben, een stukje vis, dat vind ik echt mooi. Ik vind IJmuiden sowieso wel mooi. Even visje gehaald, harinkie. Ik heb zoveel takes gehad dat die echt opgegeten is. En ja. Maakt niet uit, hij smaakt goed trouwens, ik kan het doen, ja. En goed, ik ga niks boven de Hollandse haring. In ieder geval. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Vergeet niet te liken, even een abonnee te reageren. En dan hoop ik jullie een volgende keer weer te zien. Op naar een nieuwe bestemming. Later!